zich wel prima, lijkt mij. Als jij iets anders inwisselt voor iets wat je zelf graag wilt, nou sure. Ik vind het goed en ik vind het ook nodig, denk ik. Want als Pinkster er wel een feestdag is, waarom zou dan de rest niet een feestdag zijn? Want het is ook een geloof, toch? We hebben een zeer multiculturele samenleving tegenwoordig. Dus ja, mooi om in rekening te houden. Ik heb vrij wanneer ik vrij heb en als ik moet werken, moet ik werken, toch? Zijn er op dit moment feestdagen die niet officiële feestdagen zijn, maar die volgens u wel een dag moet zijn waarop iedereen vrij heeft? 5 mei vind ik, bijvoorbeeld de feestdag. Ja, dat vind ik wel een goede dag. Ik ben Kitty Kutty, ik ben Surinaams, dus die dag sowieso vrij hebben. Suikerfeest bijvoorbeeld, ik vind dat niet meer als normaal. Wij vieren kerst en voor de mensen die de suikerfeest willen vieren, vind ik wel dat ze daar gewoon een gelegenheid voor moeten krijgen. Ik heb sowieso niet zo gek veel met al die christelijke feestdagen van de afgelopen tijd bijvoorbeeld. Niet per se dat ik die zou inwisselen voor iets waar ik zelf van overtuigd ben, maar het zou best wel een optie kunnen zijn om dat in te wisselen voor een andere vrije dag naar keuze ofzo. Ik kan me wel voorstellen als je een ander geloof hebt of weet ik het wat, je hebt dan met Paas of Pinkster ineens vrij en je hebt er niks mee, dat je zegt, nou dan wil ik het op mijn feestdag. Als er voor iets een feestdag moet komen, vind jij, waarvoor zou dat dan moeten zijn? Mijn verjaardag. Oh ja? Ja. Welke dag is dat? Wanneer krijgt iedereen vrij? 4 februari. Ja, gewoon een verzoeningsdag. Er is veel te veel gezeur onderling. Collega's, vrienden, familie, maakt niet uit wie. Vreemden. Verzoeningsdag, dat die dag echt in teken staat van niet het spijt me of een bloemetje of wat dan ook. Maar gewoon even een aardigheidje naar iemand toe.